Goedemiddag, mijn naam is Marijn Gasteling. Ik ga vandaag even laten zien hoe wij een coquille openmaken, gaan bakken en marineren voor de carpaccio, voorin zoals in het recept staat. We hebben hier zo 4 mooie verse coquilles. Die zitten nog in de schelp. We gaan daar de schelp even openmaken, de sluispier verwijderen en dan halen we hem uit de schelp. Dat gaan we doen op deze wijze. Je zet de coquille voor jezelf neer. Je zet je mes tussen de schelp in. Prikt hem een klein beetje open. Dan merk je dat de coquille ook al open gaat staan. En dan snij je hem als het ware gewoon open. Zoals dit. Dan zit hij nog hier zo aan vast. Hier zit de sluispier. Daarachter zetten we eigenlijk de lepel neer. De koraille en de schelp. En dan wrik hem los. Hierna kun je hem makkelijk eruit pakken. Zoals dit. Hier zo zien we nog even dat het sluispiertje erop zit. Dat is de aanhechting tussen het vruchtvlees en de schelp zelf. Dat is hard taai, dus dat verwijder even. Dat is makkelijk eraf te pellen zoals dit. Nu gaan we verder met het maken van de carpaccio van de coquille. Daar gebruiken we 2 van de 4 coquilles voor. Snijden we in dunne plakjes. Marineren dan wat olijfolie, citroen, zest en zout. Snijden de coquille in mooie dunne plakjes. Ik snij nu ongeveer 4 of 5 plakjes uit 1 coquille. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk hoe dik de coquille is. Als we de coquille in dunne plakjes hebben gesneden, gaan we even voorzichtig in een steekje leggen. En dan dakpansgewijs. Dus je begint op 1 plek en dan overlap je hem steeds een klein stukje. Totdat je een mooi vol rondje met coquilleplakjes hebt. Gaan we hem daarna even marineren met wat olijfolie, limoenzest en wat zout. Dan heb je een mooi klein carpaccio'tje van coquille. Met een fijne rasp, alleen het groene van de schil. Het witte, dat is wat bitter. We eten dit carpaccio'tje natuurlijk rauw. Het is wel altijd even aan te raden om het even op temperatuur te laten komen. Dat eet het lekkerste en proef je het meeste van de coquille. Gaan we nu verder met het bakken van de coquille. Dan zouten ze even en peperen ze ook even aan beide kanten. Laten daar de pan warm worden. Dan gaan we ze even kort bakken. Gebruik een hete pan, wat koolzaadolie. Dan beginnen ze te bakken op de platte kant. Dan bakken ze even mooi goudbruin. Keren we ze om. Voeg nu even een klein klontje boter toe. Dit voor de smaak en ook voor de kleur. Dat is op het laatst, anders verbrandt de boter. Als de boter mooi gekleurd is, halen we de coquilletjes eruit. De boter kun je meeserveren als jus zijnde. De coquilles zijn nu gebakken, het carpacciootje is klaar. Het ziet er lekker smakelijk uit. De coquilles zijn mooi gemarineerd op dit moment. Heeft niet zo heel lang nodig, 10 minuutjes. Dresseer het carpacciootje in het midden. Wentelen daarna nog even de coquilles door de boter heen voor extra smaak. En dan zetten we hem zo in het midden erop. Na deze handelingen kun je het gerecht volgens recept afmaken. De garnituurtjes afmaken en erbij serveren. Dus daarna zou ik zeggen, eet smakelijk, veel plezier en tot snel in de Comme des Hommes.